voor mij is een gebouw geen fashion. Het is niet iets van, net als kleding, en dan volgend jaar koop ik iets anders. Het is geen wegwerpproduct. Het beeld is ook kostbaar. Ik vind het ook altijd leuk als een gebouw mooi blijft of misschien nog wat beter wordt in de loop der jaren. Francine Huben leads one of the Netherlands' most famous architecture offices, Meccano. Her designs are both playful, technically provocative, humane and firmly rooted in their context. Currently, Huben is working on several complex multifunctional buildings, including the Wei Wu Ying Center for the Arts in Taiwan and the Library of Birmingham. Central to whatever building of whatever size is Huben's firm commitment to beauty and the human scale. This can be seen here, in a little chapel of a Rotterdam cemetery. Geboorte, huwelijk, dood, dat zijn natuurlijk toch de grote ceremonieën van het leven. En als je die mag vormgeven, daar ben ik daar heel trots op. En ik heb het gevoel dat we daar echt hierin zijn geslaagd. Nou, ik denk dat je als je binnen zit, eigenlijk ook door het licht zoals we het gemaakt hebben, aan de ene kant het aardse voelt en aan de andere kant is het een heel hemelslicht wat er zit. Niet alleen door het gouden plafond, maar ook door die gaten naar de hemel die we gemaakt hebben. En echt letterlijk dat je tussen hemel en aarde bent. Het belangrijkste is, dat zeg ik ook heel veel tegen de studenten die ik les heb gegeven, maar ook mijn eigen medewerkers, blijf niet heel de tijd achter die computer zitten. Loop rond, kijk wat er in de samenleving speelt. Kijk wat er op straat speelt. Dat is ook wat wij doen als we in het buitenland werken. Hè. Als ik nou in China of in Taiwan of in Engeland of in Korea werk. Ik ben dan heel erg bezig proberen nou, die mensen te observeren, want je maakt het natuurlijk uiteindelijk voor mensen, om te kijken naar het klimaat, naar het landschap, naar het type licht. En ik ben natuurlijk toch altijd heel erg bewust dat ik iets maak wat uiteindelijk door andere mensen gebruikt wordt. En ik zeg altijd dat ik weer een soort cadeau aan die mensen terug wil geven, dus dat het voor hun is. Daar ben ik heel bazaal in. Je hebt ook veel architecten die een bepaalde stijl hebben ontwikkeld en dat vervolgens gaan uitnutten en nou, ook in verschillende landen dat bouwen. Terwijl ik heb niet zozeer een vormtaal, maar meer een attitude hoe ik met de dingen omga. Dus een gebouw van ons in Taiwan ziet er echt anders uit dan een gebouw in Birmingham. Of het kapelletje in Rotterdam of Montevideo in Rotterdam. Dat team werkt aan Moskou. Terwijl dit team werkt aan Shenzhen en hij werkt aan Georgië. Yeah. So you stand in the plant and then you... Het aardige bij ons bureau is dat wij echt heel gestaag langzaam gegroeid zijn. Dus we hebben niet een soort stuiptrekkingen van heel groot en dan weer heel klein worden. Dus we zijn eigenlijk heel stabiel gegroeid en hebben ook die organisatie. We hebben ook een soort beleid dat we niet elke keer 70 man eruit gooien en dan weer 30 nieuwe erin. Nee, we houden eigenlijk heel stabiel de kennis vast in het bureau. Huben's work is defined by what she calls her growth rings. She started out studying social housing, moved on to aesthetics of mobility, and now she occupies herself with the library, which she considers one of the most important social hubs of modern life. Nou, het bijzondere aan de bibliotheek van Birmingham is eigenlijk, want mensen denken altijd een bibliotheek is een bibliotheek is een bibliotheek, dat is niet waar. De bibliotheek van Birmingham is bijvoorbeeld, die heeft een enorm archief. Heeft ook het hele archief van de stad zit daarin. Er zit ook een heel groot theatercomplex in. Is ook een traditionele public library, maar er zitten ook diensten in als een business and learning center. Dus het is een enorm social hub waarin je je bevolking stimuleert zich te ontwikkelen. Die is nu in aanbouw en die hebben we eigenlijk heel erg willen maken als een echt goed publiek gebouw. Wat ook echt heel erg inviting is. Hè? Dat je heel erg laagdrempelig bent. Dat je mensen echt uitnodigt om binnen te komen. De grote living room van de city is. Het gebouw is misschien heel mooi van buiten, maar het echte geheim zit van binnen. En dat is echt een sequence of rotondas, waarin met roltrappen je door dat gebouw helemaal gaat. En dan eigenlijk al die verschillende functies ziet. En tegelijkertijd zijn het gewoon, ja, eigenlijk ook hele prettige ruimtes waar je kan zitten. The Library of Birmingham isn't Meccano's first.
In the 90s, they designed the library for the Delft University of Technology, at a time when building new libraries wasn't so evident. Het grappige is dat toen wij de bibliotheek in Delft maakten, zeiden heel veel mensen van, er zijn geen bibliotheken meer nodig, het boek is finito, hè? Internet, computers enzovoort. Het werd een plek die succesvoller werd dan ooit ze hebben durven dromen. Het interessante van de moderne bibliotheek noem ik eigenlijk de nieuwe kathedrale van de samenleving. Ik denk dat iedereen ook heel erg bewust is van de kenniseconomie. Wat toch een strijd zal worden wie de beste mensen aan zich kan binden wereldwijd. En daarmee is natuurlijk de investering in je eigen bevolking, om die te stimuleren om zich te ontwikkelen, kennis te ontwikkelen. Daar spelen die bibliotheken daar een hele grote rol in. Bepaalde waardes blijven hetzelfde. Mensen vinden het nog steeds mooi om in prettige ruimtes te blijven zitten. Gewoon mooi daglicht te hebben, leuk meubilair. De gezelligheid van met anderen samen te zitten. Al deze mensen hadden gewoon thuis in hun kamer kunnen gaan zitten. Dus ze komen hierheen. En ik denk dat is zo. Mensen veranderen niet.